Goedemorgen, lieve YouTube-kijkers. Weer een nieuwe zondagpraat. Alleen, vorige week heb ik een zondagpraat gemaakt. Maar niet op Facebook gezet, of op YouTube gezet. Foutje van de zaak, gewoon totaal vergeten. Erg druk gehad vorige week, van de week. Dus ja, kan niet altijd hetzelfde zijn. Maar goed, dan krijgen we er gewoon twee vandaag. Zo simpel is het. Die van vorige week natuurlijk, die ga ik als eerste erop zetten. Dan komt deze erachteraan. En ja, kan een keer gebeuren. Druk. Maar dat geeft niet. Dat is ook fijn, dat is ook lekker. Vandaag weer hard gelopen. Niet 3, maar 4 rondjes. Dat was lekker. Lekker tempootje. Eerste ronde dacht ik van ik ga veel te snel, ik ga veel te snel. En dan zie je uiteindelijk als je dan klaar bent, op de telefoon kijken, gegevens kijken. Dan zie je uiteindelijk, helemaal niet. Dat was de langzaamste ronde. Dus een beetje een soort, geen echte mindfuck, maar iets wat je bedenkt. Je gaat starten, je denkt van hé, ik ga misschien te snel. En dan achteraf bij, na het vierde rondje dan ga je kijken op je gegevens en dan zie je dat de laatste twee zelfs nog sneller zijn. De eerste was geloof 6:34 of zo, 6:38. 6 minuten 38. En de laatste rondje was 6:11. Dus ja, zeg maar. Of ze juist rond die koers. Ik weet niet. Maar in ieder geval hoe dat je op die manier dan een beetje getriggerd wordt. Verkeerd getriggerd wordt. Maar goed, weet ik niet. Daarna heb ik wat andere oefeningen gedaan. Heb je bij de molen. Heb je wat items staan, wat stenen. Ik doe altijd nog wat oefeningen erachteraan. Wat squats, lunches, jumping jacks, opdrukken. Nog een beetje, dat doe ik ook tijdens het lopen. Heb ik ergens een zigzagje staan, dan ga ik altijd even een beetje opdrukken. Nou, ik heb hier een hele mooie steen. Hier. Daar was ik net achter gekomen. Als ik daar, die kan ik als een soort box gebruiken. Dus dat je erop kan staan en dan ga je even liften. En dat is ook goed voor je beenspiertjes. Ik merk dat doordat ik ben gaan afvallen, niet zoveel meer fitness, maar wel alleen hardloop. Dat mijn benen wat zwakker zijn geworden qua kracht. Op een of andere manier merk ik dat met bepaalde bukken. En het opstaan. Voorheen nooit last van gehad. En nou merk ik dat ik snel spierpijn heb. Of tenminste, dat ik voel dat ik de kracht nodig heb. En voorheen was dat natuurlijk minder. Maar zoals ik al zeg, ik ben eigenlijk alleen maar aan het hardlopen. En heel af en toe een beetje wat kleine krachtoefeningen, maar niet veel. Dus misschien als het daar wat slechter wordt, dat ik dan wel weer meer naar de sportschool moet gaan. Om de benen meer te trainen. Ik weet het anders ook niet. Maar goed, voor de rest vanmorgen vroeg had ik eerst Fabienne weggebracht naar José en Frans. Want Fabienne ging nog voor samen met Sven naar het allerlaatste of een van de laatste concerten van K3. Ja. Daar kan ik ook niet zin in. En nou, dat is dat. Voor de rest, vandaag weer voetballen. Vorige week waren we vrij. Dat staat in een andere filmpje. Wel vrij waar daar mijn schoonvader zijn geweest. Zijn we dat ook in geweest. Was ook gezellig weer. Ja, van Utrecht geweest. Wat ik overigens wel kon merken vorige week, is dat ik me een beetje te ver heb laten gaan met eten. Of qua eten en snacken en zo. Dat heb ik ook gemerkt. Dat was meteen weer raak. Dus deze afgelopen week heb ik mij daar een beetje proberen in te houden. Gisteren een feestje gehad van mijn zoon, Duncan.
Die is 22 geworden. Dus ja, een feestje. Dus natuurlijk wel wat gezondigd. Want zoals ik al vaker zeg, ik wil niet zo extreem trekken dat ik, nee, dat mag niet, dit en dat. Nee, ik wil het gewoon op een normale manier doen, dat ik ook wel een beetje leef, dat ik ook een beetje dingen doe. Of een keer eten, alleen ja, op het moment dat je dan weer een keer gaat wegen, je hebt zo'n wegenmoment en je ziet dan, oeps, er is weer wat bij. En dan moet je de week erop eventjes een beetje gaan uitkijken en weer beter gaan plannen. Dus, nou ja, dat. En, ja, daar ben ik dan mee bezig. Dus ik ben nou benieuwd wat het de afgelopen week heeft gedaan. Dus ik, naar mijn mening, heb ik me redelijk ingehouden. Ja, op gisteravond na dan. Een paar biertjes genomen. Wat nootjes, gebakje. Nou, zoiets. Dus ja. Ik blijf nu nog een beetje rond die 95 kilo hangen. Dus afgelopen week was het weer 95,7. Die week daarvoor was het 94,9. Dus ik ben benieuwd wat het straks gaat worden. Ben ik echt benieuwd naar. Nou ja, we zullen het wel zien. Nou, ook benieuwd. Zoals ik al zeg, na vandaag met voetballen. Want deze week hebben we een wedstrijd. Volgende week zijn we vrij, want dat is dat is de herfstvakantie. Dus dan zijn we vrij. Met de dames, met mijn meidenelftal ook. We waren gisteren ook vrij. Die was dus verzet. We zouden eigenlijk moeten spelen. En de tegenstander die hadden dit weekend 90 jaar bestaan. Dus hadden gevraagd of dat wij naar een andere datum wilden uitwijken. Nou, dat was een datum vrij. 27 november. Ja, goed, weet je. We hebben voor 2 jaar terug ook nog een feest gehad van Astria, toen nog Astria. En ja, toen hebben we ook gevraagd aan tegenstanders dat ze wedstrijd konden zetten. Toen hebben ze ook gewoon ingestemd, dus ja, waarom zouden we het dan niet doen? En zolang het niet met andere dingen in gevaar komt, met bijvoorbeeld beker of inhaalwedstrijden, dat we dan kort achter elkaar moeten of dat het dan door de week geplaatst wordt. Ja, weet je, daar heb ik dan niet zoveel moeite mee, maar op dat moment wel. Als het daarvoor gaat, dan heb ik wel mee moeten. Maar goed, het werd gewoon in het weekend. Dus, ja, dan gaan we zo in november maar spelen. En voor de rest, ja, moeten we maar kijken. Dus vanmiddag weer tegen Baronie, thuis. Dus we moeten lekker in Molden. Dus we lekker niet zoveel. Ik kan ook rustig aan doen vandaag. Baronie, kop open. Maar goed, we zullen het wel zien. Voor de rest van, oh ja, gisteren natuurlijk met feestje. Mijn moeder bij ons op bezoek geweest. Natuurlijk met de nieuwe kamer gekeken. Maar ze vond leuk. Ze vond echt leuk. Echt ja, leuke meubels vond ze en zo. Alles bij elkaar netjes. Dus af. Nou, ik moet zeggen, ik ben ook wel erg satisfied mee. Met de kamer, de woonkamer. Dus geeft, ja, wat wel een andere filmpje ook zegt, geeft wel rust. Dan komen we beneden, dat alles een beetje saal is, opgeruimd houden. We houden het nog beter opgeruimd. Nou ja, goed, dat soort dingetjes. Het helpt allemaal mee dat je wat rust krijgt daardoor. Dus ja, leuk. Ik ben benieuwd wat het straks gaat brengen natuurlijk. Red ik het nog? Ja, ik red het nog. Dus oprecht. Ja. En zo gaan we de zondag weer verder. Voor de rest. Ja, met YouTube zelf. Ligt het een beetje stil. Gisteravond bij het feest waren er een paar jongens die vroegen van hey, we hebben al een tijdje niks meer gezien. Dus ja, druk. Want het is natuurlijk niet, kijk, deze filmpjes die ga ik, zoals ik al vaker zeg, op eentje na, dat ik die gewoon
gewoon zo gewoon zonder onbewerkt of onbewerkt op YouTube gooien. Dus alle foutjes en versprekingen die gaan er gewoon op. Ja, dat hoef je niet meer te doen. Dus dat ik van een telefoon overzet op de laptop en doorzet. Ja, ik weet, vorige week ben ik dat alleen maar vergeten. Ik weet ook niet hoe dat kwam. Maar goed, ja, misschien omdat we dus naar mijn schoonvader zijn geweest, laat thuisgekomen. Dan denk ik er niet meer aan en dan halverwege de week in één keer van, oh ja, verdorie, ik ben iets vergeten. Goed, maakt dan niet zo heel erg veel uit. Maar ja, dat zijn dan wel van die dingetjes die daar wel mee te maken hebben. Druk, druk, druk. En door de drukte kun je het gewoon, je krijgt het gewoon niet helemaal voor elkaar. En dat is dan, ja, af en toe best wel lastig en jammer. Ik merk het wel aan mezelf dat ik het eigenlijk wel mis, dat ik het ook... hoe dat ook mag zijn. Maar ik mis het actieve doen, het bewerken, het zitten, maar het kost tijd. En ik ben eigenlijk daar gewoon veel te druk in. Dus, maar goed. Daarentegen hoop ik in ieder geval dat deze filmpjes wel gewoon door blijven gaan. Of hoop ik, dat ben ik natuurlijk zelf bij. Maar ik vind het gewoon leuk om dit wel te doen. Zoals ik al zeg, dit is natuurlijk een stuk makkelijker. Onbewerkt gewoon zo op YouTube zetten, voor de rest niks. Dat is natuurlijk makkelijk wat er is. Maar ik wil die andere films ook wel, ja, dan wil ik dat wel beter maken met muziekje, met tekst erin, met foto's die even toegevoegd kunnen worden of zo. Dat vind ik ook gewoon leuk om te doen. Op een of andere manier daag me dat iedere keer weer uit om daar weer iets op te verzinnen. Dat het weer anders eruit komt te zien. En natuurlijk, omdat je veel YouTube kijkt, zie je ook dingetjes gebeuren. Nou weet je een beetje hoe dat ze dat ongeveer bedacht hebben. Nou, dan ga je op een gegeven moment ook kijken van of dat ik dat zelf ook kan. Nou, zo ga je stappen maken en dan ga je op een gegeven moment kijken van hey, misschien kan ik dat wel een keer zo doen. Kijk hoe dat uitpakt. Nou, met dat programma wat ik dan heb, met DaVinci Resolve. Gratis programma, maar het is een echt ontzettend uitgebreid programma. Dan kun je echt, nou, ik denk dat ik er, ja... Ik weet nog bijna niks van het programma. Terwijl ik het toch al een hele hoop denk te weten, maar ik weet eigenlijk niks. Zoals met Windows. Windows is een leuk programma. Heel veel mensen kennen Windows. Maar vaak is het maar dat je maar zo'n klein beetje van Windows kent, terwijl het programma zo uitgebreid is. Daar kun je zoveel dingen mee, maar dat weten mensen gewoon niet. Ik weet het ook niet. Ik weet het niet. Nou, is met dit ook, met DaVinci Resolve. Uitgebreid programma, gratis programma. Op YouTube zijn er heel veel tutorials die ik ook regelmatig kijk. Oké, ze zijn wel allemaal in het Engels. Dus af en toe is een beetje schakelen wat ze er nou precies mee bedoelen. Maar op het moment dat je dan wat vaker met DaVinci werkt, dan ga je wel snappen wat ze ermee bedoelen. En sommige tutorials zijn heel erg fijn om te beluisteren en om te kijken. Omdat ze lekker rustig uitgedaan. Sommige tutorials zijn gewoon bijna niet te volgen. Die gaan dan zo snel. Die klikken en die razen over de beeldscherm heen. Dat je dan niet weet, dan hoor je ze een combinatietoets maken, maar dan laten ze het niet zien in beeld. Dus dan moet je maar één keer gokken welke combinatietoets ze dan pakken. Dus, maar goed. Dat gezegd hebbende is het weer tijd om deze af te sluiten. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten weer van deze kleine korte zondagmorgen praat, zondagmorgen vlog. En dan zou ik zeggen, blauw duimpje omhoog. Even abonneren op dit kanaal. Vandaag twee stuks achter elkaar. Eentje van vorige week en eentje van vandaag. Dus sorry. Maar kan een keer gebeuren. It happens. So, I say adios. Ciao.